De Rode Rik in Vught viert het eerste lustrum. 5 jaar is het namelijk alweer en eigenlijk ook pas geleden dat de Rode Rik 2.0 van start ging als Huis van de Wijk. De start met 2 koffieochtenden, een actieve beheerder, een programmaraad en vooral een groep hele actieve vrijwilligers. In 5 jaar tijd is de Rode Rik uitgegroeid tot een echt Huis van de Wijk, waar bezoekers, organisaties en vrijwilligers graag komen. Met deze videopresentatie doen we een poging de positieve energie die uitgaat van de Rode Rik te vangen. Kijken we terug op hoe het is begonnen en wat zo bijzonder was en is. Maar ook kijken we vooruit naar welke ontwikkelingen er zijn en welke vragen er leven. Welkom bij de Rode Rik, de kracht van natuurlijke groei. Goedemiddag allemaal. Welkom namens Ouderen Samen. De Gypsy Jazz in Frankrijk is voornamelijk gebaseerd op topmuziek. Wat ik heel belangrijk vond is dat de vrijwilligers, dus de mensen die hier op bezoek komen en de mensen die de zaak runnen, hè, dus hier gastvrij zijn, activiteiten organiseren, dat die tot bloei komen. Dus dat je een sfeer weet te scheppen dat mensen zich thuis voelen en ook een sfeer weet te scheppen dat mensen gestimuleerd worden om activiteiten op te pakken. Dus niet de professionals bedenken wat er moet gebeuren, maar de mensen zelf. Want dan sluit het gewoon aan bij hun behoeften en komen ze. Nou, en wat vond ik toen? Toen vond ik een heel stel vrijwilligers met een hele sympathieke en enthousiaste Ricky van de Wetering. En met die groep vrijwilligers, met Ricky samen, zijn we dus vanaf punt nul begonnen met de Rode Rik 2.0 op te zetten. En ik ben in zo'n ontzettend warm bad terechtgekomen en zo ontzettende leuke collega's. Mooi. En wij doen dan met een hele groep de maaltijd voor donderdagavond. Ze hebben een ontzettende leuke ploeg. En het sprak me gewoon aan, dus ik ben er gewoon toen heel open ingegaan. En het is tot nu nog toe bevalt het gewoon heel goed. En toen zat ik eindelijk thuis. Maar nee, dat moet je te vervelen. Ja. Toen stond ook net, Jacques zei, in het Klaarblad, de advertentie. Dus daar ben ik op ingegaan en zodoende ben ik er ook een beetje ingerold toen. Wat is de kracht van de Rode Rik? Ik denk de kleinschaligheid, dat het heel klein, heel overzichtelijk is. Heel direct verbonden met alles eromheen. En ik bedoel daarmee dat alle contacten of alle lijnen heel direct zijn en heel duidelijk. De betrokkenheid van de mensen, het openstaan voor de Rode Rik. Ik vind de Rode Rik een geweldig initiatief voor bewoners en voor mensen in de wijk die eromheen wonen. Waar ze gewoon allerlei activiteiten kunnen doen en elkaar kunnen ontmoeten. En het mooiste daarvan is dat eigenlijk kan gebeuren doordat er 55 vrijwilligers actief hier bezig zijn. En die mensen die doen dat niet omdat ze moeten of dat ze betaald worden, maar dat doen ze vanuit hun hart. En dankzij de inzet van die grote groep vrijwilligers kan er dus van alles. Of het nou een koffieinloop is, een maaltijdservice, de bingo, noem maar op. Wat mij bond en wat er nog steeds een binding is, van in het begin kwamen die mensen als gasten binnen. En die hebben volgens mij nu een thuis gevonden. En ik heb echt een binding met die mensen die hier zitten. Okay. Ja, en ik heb dan bijvoorbeeld altijd buiten Vught gewerkt. Dus ik kende eigenlijk niet eens zo heel veel Vughtse mensen. Maar doordat ik hier donderdag dan ben, heb ik ook een hoop mensen leren kennen. En het is ook het gevoel van als ik er dan ben, dan komen ze binnen. Ha, wat gezellig dat je er weer bent. Dat warme. Als de mensen blij naar huis gaan na een leuke middag of avond, is het voor jezelf ook een heel goed gevoel. Ja. En je leert er ook nog steeds van. Ook van wat je hoort en ziet. Ja. En dat je de mensen wel eens een steuntje in de rug kunt geven. Dus het is het werkt naar twee kanten eigenlijk. Soms komen mensen wel eens heel spontaan aanlopen, omdat ze dat horen van een ander. Maar je moet echt een actieve werving doen van vrijwilligers. En wat we hier ook doen in de Rode Rik is echt een kennismakingsgesprek met mensen voeren. En kijken van, wat zijn nou jouw talenten? Hè? Waar ben je goed in? Maar wat zou je ook graag willen doen? En we kijken ook of dat past bij de groep vrijwilligers die er al is. Want je moet natuurlijk wel goed samenwerken. En wij als woonwijze vinden de Rode Rik een geweldige aanvulling eigenlijk in het prettig wonen van bewoners. En zien ook dat veel mensen de gang hier naartoe gemaakt hebben.
dat het ook echt een soort thuis is geworden voor een aantal mensen. En dat is fijn, want dat voegt iets toe in het leggen van contacten. En dat geldt eigenlijk ook voor de samenwerking met andere partijen. De inzet van ouderen samen, van de welzijn Vught, met elkaar. En we eigenlijk allemaal werken vanuit een organisatie, maar als we voor de Rode Rik werken, werken we vooral goed samen voor de Rode Rik. En we huldigen denk ik het principe dat iedere vraag die er komt voor een activiteit, dat we die in principe bekijken en dat we eigenlijk ervan uitgaan dat we hem ook kunnen gaan uitvoeren. En niet dat er allerlei haken en ogen aan zitten, maar dat we hem niet zouden uitvoeren. Ja, dat zeg je mooi. Ja. En de ene is succesvol en de andere is iets minder succesvol. Maar zo hebben we toch een programma gekregen wat inmiddels ruim 4 dagen in de week beslaat, zeg maar. En 1 dag in het weekend. Wat betekent de Rode Rik voor jou? Voor mij betekent het een heel gastvrije plek voor alle mensen die onze presentaties en onze activiteiten willen bezoeken. En dat werkt zo positief, waardoor wij steeds een toenemend aantal bezoekers hebben die echt de weg naar de Rode Rik hebben gevonden door de gastvrijheid, door de prettige entourage, door het goed ingerichte emplacement eigenlijk. Prettige grote tafel, welkom, zaaltje mooi op maat voor de kleinere groep ouders. Alles positief, het is heel fijn werken hier. Ja, nou, alleen volgens mij is het veel belangrijker dat hetgeen wat we bieden, dat mensen daar inderdaad blij van worden of met elkaar plezier aan beleven. Is zeker zo belangrijk als het aantal mensen. Ik bedoel, dat aantal, ik ben ervan overtuigd, we hebben iedere keer nog, komen er nieuwe gezichten bij. En ik denk ook dat zolang we iets bieden wat de moeite waard is, dat het ook wel zo zou blijven gaan. De Rode Rik is in Vught, heeft een bepaalde bekendheid gekregen, wordt zelfs genoemd als een schoolvoorbeeld. Dus in die zin hebben we heel veel bereikt. Alleen als je zegt, van wat is meetbaar, dan zetten we elke dag opnieuw een kleine stap, maar dat doen we echt met elkaar. En ik denk dat dat het geheim is van de Rode Rik. Voor ouderen samen is de Rode Rik wat mij betreft, ik zit in de werkgroep de activiteitencommissie van de Rode Rik. Ja. Die heeft eigenlijk pas vorm gekregen en veel dingen kunnen doen dankzij de Rode Rik. Okay. Dankzij de knusse ruimte die we hier hebben, waar ouderen heel graag blijken te komen, de gastvrij ontvangen worden, altijd een vriendelijk woord van de gastvrouwen krijgen. Kunnen wij daar presentaties verzorgen en de sfeer is perfect. Wat is de Rode Rik voor jou? Nou, zonder vrijwilligers zijn we nergens. Ja, maar het gaat jou dus om de vrijwilligers en niet om jou. En ook om mezelf. Oh, toch? Oh, ja. Jawel, ik vind dat een leuke activiteit te zijn. Ja? Okay. Ja. En Andries? Precies hetzelfde. Ja. Exact hetzelfde. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan lijkt je heel veel op Valerie. Oh, ik ben blij dat Rode Rik op 1 juni weer open is gegaan. En dat vind ik ook erg gezellig. Ja, een koffieuurtje en wat praten en wat bieden. Ja, vind ik gezellig hoor. Ja, wat... Ik voel me dan hier goed thuis. Ja? Ja. Ik kwam in de programmaraad en dat was voor het eerst in mijn leven dat ik in aanraking kwam met een vergadering waar allemaal dames zaten. Als vrouwen zichzelf zijn en elkaar daarin versterken, vertegenwoordigen ze eenvoud en bescheidenheid. En ik denk dat dat de context vormt voor de Rode Rik. Als je daar nou aan vastkoppelt het feit dat al die vrouwen daar zitten vanuit een zekere deskundigheid met buitengewone vaardigheden, dan krijg je de invulling van die eenvoud. Daar zit organische groei. Dat is zo mooi om dat te zien. En die deskundigheid, die gaat dan over allerlei gebieden. Dat kan gaan van de schoonmaak tot de financiën. Dat gaat ook met name over de aandacht voor zowel de vrijwilligers als de bezoekers. En wat je daarin nodig hebt, zijn activiteiten. En het is prachtig om te zien hoe al die dames, als het ware dat in de vingers hebben, die verschillende activiteiten.
Dat heeft te maken met dat heel concreet kunnen zijn. Dat is prachtig. En weet je, Astrid, dat heeft te maken ook met woonwijze. En dat wil ik toch wel graag even zeggen. Eigenlijk zijn we in de Roderick bezig vanuit de intimiteit van het hart. En als je dat doet, krijg je een groeimodel. Want het gaat uit van de zwakste en die sterke die komt er vanzelf bij. Prachtig om te zien. Ik kom veel bij de muzieksalon. Soms kom ik bij de bingo hier. Bij smiddags is hier wel eens iets te doen. En daar kom ik graag. Okay. Heerlijk, ik kan het soms niet laten. Ik word gewoon gedwongen om hier naartoe te komen. Nou. Dus dat is toch geweldig? Ja, dat is fantastisch. Ja, ook heel veel. Je kunt zeggen, en lachen, hè. Daar gaat het mij over. En lekker eten. En naar de bingo. We doen overal mee. Wat betekent de Roderick voor jou? Nou, alles. Want dan kom ik vooruit mijn bed. 'S morgens. Oh. Anders ben ik altijd een slaper. Ik ben hier vier dagen in de week. Okay. En ook nog zondags één keer in de 14 dagen. Dan hebben we hier ook een gezellige middag. Nou, gezellig. 'S morgens een potje kaarten. Dus een bakje koffie erbij. Een keer kletsen. Een keer handwerken. En dan is de week weer bijna om. Ja, ik hou ook voor de gezelligheid. En we doen twee keer in de week eten. Soms drie keer in de week als het vrijdags lange tafel is. En het is gezellig. En je bent niet alleen thuis. Ja, ik vind het hartstikke gezellig hier. Ja. Ja, kaarten, jeu de boule, lekker koffie drinken en warm eten en spelletjesavond. Nee, Roderick, ik blijf ook hier wonen hoor. Hoe vind jij het hier in de Roderick? Oh, heel leuk, gezellig. Ik kom drie morgens in de week altijd en af en toe eten. Okay. Dus, en lekker dichtbij, hè. Okay. Zit hier ja, precies. Ik bedoel, ik zit hier ook iedere dag. Ja, ja, ja. En eten en lekker kaarten, koffie drinken. Dat is zeker maar gezellig. He? En we hebben wat te doen. Ja, precies. He, we zijn van huis. Ja, je bent van de stad. En we zijn onder de mensen. En je bent onder de mensen. Ja, ja. En dat is de bedoeling. Ja, exact. Ik stuur je dit boeketje rode roos.